is mijn kamer. Discotheek begonnen? Nou, net niet. Hoe kom je hier aan? Sexy high, papa. Dat is de down. Papa kreeg toen ik woonde eerst nog één verdieping beneden. Stay low, maar toen ging ik verhuizen naar zolder. Ja! Sparta, hè? Ja. Dat is een club. Dat is een club voor Rotterdam. Feyenoord is niks. Waar voetbal je zelf? 16 over. 16 over. Maar ga je wel eens kijken bij Sparta, of niet? Ja. Zit er geld in? Ja. Hoeveel? 2200. Ik spaar meestal. Kijk, ja. Kinderen die geven het gelijk uit. Bijvoorbeeld, of sommigen niet. Maar die sparen niet lang. Je kan op internet. Je mag een bepaald ding doen, want het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dus vieze plaatjes kijken en zo, dat mag niet. Nee, nou, maar ik wil wel stiekem dat ik gewoon met jou op YouTube ga. Tenzij het is beveiligd door papa en mama. Ja, dan hebben we het echt. We gaan het even proberen. Ja. Nee. Ja, ja. Wat bedoel je? Ja. Kerstmansgeet. Kerstmansgeet. Zo'n leuk filmpje. Weet je ook welk liedje het is? Ja, Jingle Bells. Scheet in de vlam. Okay, die dan even, die duurt 5 seconden. Die gaan we even zien dan. Scheet in de vlam. Nog één keer dan. Kom op. Als je slaapt, doe dat eens eventjes voor. Hoe lig jij? En dan soms beweeg ik. Ja. En dan is het verkeerd gegaan. En dan leg ik de knuffels daar en dan beweeg ik in bed. En dan vallen ze eruit. En dan gooi ik altijd op het eind als ik bijna slaap, gooi ik de knuffels eruit. Jij gelooft in God? Ja. Hoe ziet hij eruit? Volgens mijn gevoel een soort zwart inktvlekje. Een inktvlekje? Een soort van. En geloof je in God of geloof je in Allah of geloof je in Boeddha? Of? God en Allah. God en Allah, zijn dat twee verschillende? Een soort broers van elkaar of zo? Nee. Wat dan? Allemaal precies dezelfde, wel als de heten dan bij een ene geloof anders dan bij het andere. Heb je dat meegekregen van je vader of je moeder? Ja. Geloven die ook in God? Ja. Want je vader is? Moslim. Moslim. Dus die gelooft in Allah? Ja. Allah, lachamal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 
dan bewegingen dan op een doek, 5 keer per dag. Maar dan doet hij dan meestal bij de Ramadan. En je moeder? Is christelijk. En hoe bidt die dan? Niet op een kleedje. Nee. En als je doodgaat, wat gebeurt er dan met je? Een paradijs. Als je goede dingen hebt gedaan en dat je een goed mens bent geweest, dat je daar naartoe gaat, anders naar het slechtere. Dan word je geloof ik verbrand. De hele tijd. Oma, ja? We gaan straks eten. Yes! Ja. Jouw lievelingseten. Wat gaat jouw moeder koken? Spruitjes met draadjes. Oh, spruitjes. Ja. En wat ga je daarmee doen dan, die spruitjes? Heel simpel in de stoomoven. En dan blijven ze heel lekker van smaak. Rundersucadelapjes. En als je die heel lang laat staan, hebben die een prima smaak van zichzelf. Je doet er wat kruiden bij. Peper, zout, kardamom, foelie. Een beetje koriander, gaan met een potje chili. Als het goed bruin is, een beetje water erbij, laat je de hele middag staan. Oh, lekker! Dat was het, oma's draadjesvlees. Nou, dan gaat-ie.
kijk me mee. Ik heb in mijn herinnering. Ik dacht, dat ga ik heel vies vinden. Het valt me mee. Het valt me echt mee. Ja, ja, echt. Ik dacht echt, ik ga er nog een. Is het iets van een vogel, een struisvogel? Nee. Is het een reptiel? Nee. Een hamster? Nee. Een muis? Nee. Meerdere muizen? Nee. Konijn? Ja. Hoe heet hij? Mikey. Mikey? En waarom heet hij Mikey? Ja, omdat het een leuke naam is. Wat zijn dat, zijn ballen? Mhm. Die zakjes hier, wat is dat dan? Zijn ballen. Dat zijn ballen. Hé, hey Mikey. Hé. Hey. Wat ben jij groot? Eet hij zoveel? Ja. Je moet hem geen Mikey noemen, je moet hem Jackie noemen. Hé. Hey. Wat vindt hij lekker? Welke plek is om geaaid te worden? Hier. Ja. En hier graag. En bij zijn oortjes. Is er een hoop werk, konijn? Ja, verschonen. Meestal eet hij te veel en daar volgende dag heeft hij geen trek meer. En stinkt het af en toe een beetje naar pis? Dat je denkt, nou, ik heb het nog iets te lang. Nee? Ja, een beetje soms. Dan komen de vliegen, maar dan gooit hij hooien. Komt die hooien, gooit hij dan naar buiten. Dit is mijn school, Nicolaas Mullepier. Mullepier? Ja. Weet je dat mijn allerbeste vriend Muller heet? Wat doe je jas? In mijn luizenzak. In de luizenzak? Hebben jullie luizen? Ik krijg gelijk een beetje jeuk aan mijn hoofd. Goeiedag. Goeiedag. Jack. Goedemorgen, Leen. Dag Leen. Dit is jouw plekje. Ja. Oh, wat een goed plekje. En hoe is het nou om haar te hebben als leerling? Af en toe heel erg leuk als ze gaat zingen en dansen voor ons. En soms op donderdag hebben we wel eens een gedonderdag, noemen we dat. En dan heeft ze altijd een beetje pech. Heel vaak heb ik dan pijn en soms heel vaak moet ik keihard vallen. En soms heb ik heel vaak ruzie en dan moet ik weer vallen en dan ga ik weer heel hard huilen. Maar waarom op donderdag? Waarom niet op woensdag? Waarom niet op vrijdag? Maar per se op donderdag? Weet ik niet. Wat zijn de sterke punten? Ze kan heel erg hard werken. Ze kan tegenwoordig ontzettend netjes schrijven. Want daar heeft ze echt hard aan gewerkt. Ze kan heel goed dingen bedenken, fantaseren. Welke punten moet ze aan werken? Nou, ze is soms wel eens heel gemakkelijk. Dan denkt ze, oh, ik kan het. En dan de volgende keer schrijft ze zomaar wat op en dan kan ze het ineens niet meer. Maar als we er dan samen naar kijken, dan kan ze het weer wel. Jij wou wat zeggen over Sharon? Dat je verliefd op haar bent. Ja! Wat vind jij van Sharon? Nou, ik vind dat ze heel erg lief doet. Maar soms kan ze ook heel erg vervelend zijn. Maar het meest is ze heel erg lief tegen ons. Ja, als we dan buiten zijn, is ze heel vrolijk. Maar soms, als wij bijvoorbeeld heel gemeen tegen haar doen, dan blijft ze wel lief. Maar op een gegeven moment wordt ze boos en dan loopt ze weg. Heel vaak pesten is omdat ik klein ben. Nou, meestal. Als je haar boos maakt, dan moet je heel snel weg zijn. Anders ben je de pineut. Wat gebeurt er dan met je? Dan word ik wild. En dan gaat ze slaan, weg te schoppen. Hoe kijkt ze dan? Die ogen gaan helemaal zo. Meester Leen, wat denkt u dat Cheyenne later gaat worden? Ik denk dat Cheyenne misschien wel iets met toneel of zo gaat doen. Dag allemaal. Oké, okay, hartstikke bedankt. Doei doei. Doei doei. Doei. Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Nou, wat vind je het lelijkste aan jezelf? Dit haar.
Dat haar? Ja. Wat bedoel je dan? Dit plekje? Ja. Dit plekje had iets meer haar kunnen zitten. Maar dat doe je toch gewoon een beetje zwart maken, dit zo? Een beetje schoensmeer. Nou, is het aan de andere kant ook zo of niet? Nee. Nee. Hier is wel goed en daar niet. Maar hier heb ik hier ook al. Oh, dan doe je het zelf al een beetje ervoor hangen. Oké. Okay. Ken nog iets geks met je gezicht ook, of niet? Oh, wat heb ik gevraagd? Ah, wat heb ik weer gevraagd? Helemaal verkeerde. Oep, even doorspoelen. Ah, gadverdamme, terug. Ah, gadverdamme. En wat vind je het allermooiste aan je gezicht? Wangen. Waarom? Wat is er mooi aan jouw wangen? Alles. Alles. Dit. Is dat? Lelijk. Lelijk? Vind ik juist mooi. Is toch mooi, man? Een moedervlek. Kijk, heb ik ook hier al. Zie je dat? Heb je moeder ook zo'n vlek? Oké. Okay. Dit is mijn vriend, Ferit. Dit is mijn vriendin, Dero. Dus jullie zijn vrienden van elkaar? Ja. Maar gaan jullie later nou ook met hem trouwen? Nee. Waarom niet? Dat is vies. Oh, vies. Ja. Okay. Wonen jullie hier allemaal? Mijn vader en moeder werken hier. En jouw moeder heeft hier ook een winkel? Ja, dat is daar zo. Mijn vader en moeder die wonen in die flat daar, op de eerste verdieping. En Kaoen, ja, ga er maar op, ogen dicht. Ze is heel aardig. Ze legt me soms dingen uit. Oké, Ferit? Ja? Je moet zo doen. Kijk, bijvoorbeeld, nu, zij leert me een beetje skaten en dat legde ze me heel erg mee uit hoe het moest. En daarna stop. Is zij zo goed in skaten dan? Heel goed. Oké, ik moet jou nog heel erg goed helpen. Ze is soms grappig, soms moet ze heel veel lachen. Ik weet nog dat we deze keer het meest met elkaar moesten lachen. Zo daar bij het plein. Toen vielen we alle vier. Ja. Zo viel haar broertje, ik. En zij ook. Eerst viel ik. Toen ging haar broertje nep doen. Toen viel ik weer, liet ik Dero vallen, viel Jules weer nep en toen viel zij weer. Nou wil ik weten wat het aller stomste is van haar. Dat weet je niet. Ik weet het ook niet. Nou, ze laat dan wel eens een keer een scheetje of zo. Nou, niet zo vaak. Heel vaak? Stinkers ook of niet? Nou, bijna nooit. Kom maar, je mag komen. Nou, was niet zo goed wat Sophie zei. Hoe zit het met die scheten later van jou? Laten hun ook wel eens scheetjes, of niet? Ferit ook. Wat denken jullie nou als zij nou later oud is, hè? Mm-hmm. Wat denken jullie dat zij gaat worden? Misschien hetzelfde als haar ouders. Of in de supermarkt werken. Dierendokter. Nou. Hartelijk dank en dat jullie nog maar heel lang vrienden van elkaar mogen blijven. Hoog, hè? Ja. Maar als je hier afvalt, ja, ben je dood. Ja. Hoeveel kilometer ver zou je kunnen kijken, denk je nou? Iets van 30 ongeveer. Ja, misschien wel. Waar die auto nou rijdt met die lampen? Ja. Die straat. Is het. Die straat woon jij? Ja. Okay. Zie je wat? Ja. Mag ik even? Ja. Mooi, man. Je kent echt alles. Een blote vrouw. Mevrouw, ja. Hier.
Oh, papa, ga maar. Oh, shit. Nee, kijk, je ziet niks. Zie je? Oh, ja. Nou. Zo wel. Nog kijk. Niet. Krijg je ook de vrees? Wow. Jack, kijk eens één keer. Ik heb het al gezien, ja. Nee, ik heb het gezien. Oh, nu is het echt leuk. Oh. We hebben het gered, we leven nog. Wow. Dit is mijn moeder, Jenny Jip. Dit is mijn zus, Monjen. En dit is mijn vader, Sing. Bo kan, wat betekent dat? Bo is voor professor. En kan is eigenlijk voor ijver. Dus eigenlijk willen we veel kennis en hij moet wel ijverig blijven. Wat is nou het goede aan Bo kan? Want jij hebt je hoge. Tomme, no? Slim. Ik zeg van, dat is slim. Nou, het goede kant is dat je met hem kan gaan praten over bepaalde dingen. En als ik iets niet snap, dan ja, hij kan het. Dan legt hij me wel eens uit. En dan denk ik, ja, dat is echt een hele goede broer van mij. Wat is nou het slechte van Bokan? Wat is nou zo'n slechte kant? Ja. Dat je kan veel praten. Nou, wij proberen het wel tegen hem altijd te zeggen van, je woont weer in Nederland, maar je blijft een Chinees. Hij zegt heel vaak van, ik ben ook een Nederlander. Ik zeg, dat ben je wel, alleen je hebt geen Nederlands bloed in je. Als Bokan nou voetballers ziet, China tegen Nederland. Nederland. Ja, en voor wie bent u dan? Nederland. Ook voor Nederland. Maar zou je dan ook eens een keer in Hongkong willen wonen of in China? Ik moet ook eens rekening met mijn werk houden natuurlijk, maar als mijn werk daar in Hongkong ook goed is en dan kan ik daar ook werken, heeft iemand me daar een plek gegeven om daar te werken, dan zou ik erover nadenken natuurlijk. Ik denk dat hij later een baan zal zoeken wat hij eigenlijk een beetje in contrast met zijn naam, dus heel lui kan zijn, maar wel heel veel geld kan verdienen. Koeling, zin qua, je die idea, door die chica, je die aan mij dat die dan. Hij zegt van dat ik denk ik wel fantasie, heel veel fantasie heb. En met die slimme ideetjes dat hij toch probeert om van, nou, kan ik mijn mooie centjes verdienen. Want hij wilde bijvoorbeeld ook eigenaar worden van een hotel dat hij zelf heeft ontworpen. I want you ugly, I want you the same. I want you everything is on the street. I want you love. I want you love. Love. You think you love me? You want me? Bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Oh, oh. Love, love. Stop! 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 Okay. Wat was toen het besneden was? Besneden? Waar? Dat doet bij mijn piemel.